heb net mijn laatste restje waardigheid uitgespuugd. Ijsbeer zag het en heeft daar nu spijt van. En waar verwachten jullie eigenlijk het thuis te vinden hier te midden van deze enorme bak water? Doos zegt, eindeloze schat ligt in de zee. Maar zeg dan tegen mij geen nee, twinkel, twinkel. Ik zeg geen nee, maar de vissen willen hier niet erg bijten. Niks gezegd, we hebben beet. Wat is dit nou weer? Een beschimmelde burrito? IJsbeer bereid te eten. Wacht eens even. Dit is geen burrito. Dit is een heuse schatkaart. Een schat? Wat? IJsbeer had liever burrito gewild. Gasten, dit is het. Hierom heeft de doos ons hierheen gebracht. We worden piraten. Ik wist niet dat onze doos ook een mooie fontein had. IJsbeer dacht bieden. Of het is een lek dat ons langzaam naar onze ondergang voert. Polly de piratenpapagaai. Ik heb geen verzekering. Een beetje ver van huis, hè, landrotten? Wie zijn jullie en waarom verdrinken jullie in mijn oceaan? Dank u wel voor de redding. Mijn broers en ik waren op zoek naar een nieuw thuis. Maar toen leed onze doos schipbreuk. Ja, dankzij u leven wij nog. En de accu van mijn telefoon. IJsbeers leven ligt in uw handen. Van buiten lijk ik misschien een meedogenloze piraat. Maar van binnen ben ik warm en gevuld met bloed. Zijn u piraat? Piraat, 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 piraat. Houd maar die klep! Alsjeblieft, kapitein Polly, mogen we bij uw bemanning? Wij dromen er al van piraten te worden sinds 1, 2, 3, 4, 20 minuten. Ah, en wat hebben drie pluizige zeehonden voor nut voor kapitein Polly? De grootste piraat aller tijden! Hé, hey, we lijken dan misschien alleen maar pluizig, maar we zijn ook donzig, wollig, schattig. Kort gezegd hebben we veel meer te bieden dan alleen ons uiterlijk. Wij hebben bijvoorbeeld dit ding hier. Ah, de kaart van echte pirateneiland. Kent u deze plek? Het is niets minder dan de rustplaats van de grote, meest indrukwekkend ogende schat van alle zeven zeeën. Maar wees gewaarschuwd, want rond de schat steekt er van de booby trap. Jullie hebben een kapitein nodig die sterk genoeg is om jullie naar de schat te leiden. En ik ben geknipt voor die taak. Yeah, kom mee, panda. Hier ginds of daar ginds, echte piraten kijken altijd vooruit. De ogen gericht op de horizon, de buit van mijn hart. Jij beschikt over de juiste eigenschappen, maatje. Wat dacht je van de functie van stuurman? Goeie genade! Ik bedoel, ik voel me vereerd, kapitein. En hoe zit het met jullie twee? Zijn jullie er klaar voor om de geschiedenis in te gaan als de beste piraten aller tijden? De beste piraten aller tijden?